Nou, wat denk je? Kan ik hier ook aan de slag? Ja hoor, makkelijk. Ja? Hey. Hoi allemaal. Ik heb vandaag een uur in de auto gezeten. Het is heet, zonder airco. Maar dan hebben we ook wat. Want we zijn vandaag in Bergambacht. Manege de Hoekse Gang. En het lijkt wel alsof ik op vakantie ben. Mesten, opstrooien, paarden buiten zetten en ook weer binnenhalen voor de kleine dieren. Ik loop hier met Marleen, locatiemanager. Ja. Hallo. Hallo. Het is een hele activiteit is geweest, dan is het daarna ook tijd voor ontspanning. En vandaar dat Ineke lekker opgemaakt heeft. Wat kan ik vertellen over leerlingen en stagiaires? Nou, dat we hier echt ook wel een leerwerkbedrijf hebben. We hebben hier sowieso drie leerlingenplekken. Twee op de woningen en één op de werkplaats. En dat zijn eigenlijk wel alle zorgopleidingen. Daarnaast hebben we hier plekken voor stagiaires. Ook zorg, maar ook niveau 2, dus facilitair. Maar we hebben ook dierenopleiding. Ik heb dus zo'n ruimte nu even voor mezelf. Ik kan niet laten. Nou, ik sta nu met Sanne. Hi. En we gaan nu Eiko pakken. Eiko pakken. Eiko, dat schijnt een paard te zijn. En daar gaan we nu mee. En? Michelle. Michelle? Ja. Loopt ook met ons mee en jij werkt hier? Ja, ik werk hier. Ik ben eigenlijk begeleider op de meegroep. Dat is een groep voor zwaar verstandelijk gehandicapten. Met moeilijk verstaanbaar gedrag. Okay. Maar we hebben sinds kort doen we ook de dagbesteding hier. Dus dan zijn wij hier ook aan het werk. Nou, leuk. En wat voor opleiding heb je dan gedaan? Ik heb sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Ik heb hier in het begin 3 jaar stage gelopen. Ja? En ik mocht blijven. Dus de doorgroeimogelijkheden zijn erg groot. Nou, dat is nog eens leuk om te horen. Nou, dit zijn een keer andere maatjes waar ik mee ga vloggen. Wat een actie! Ja. Ja, je hebt het helemaal fantastisch hier, hè? Voor haar is het echt heel erg belevingsgericht. Kijk, altijd gooi ik haar zo meteen. Zet ik haar zo in het stro hier. Dat vindt ze helemaal fantastisch. Daar kan ik er echt dolgeluk mee maken, al weet ik er gewoon zo. Gewoon een klein. Zo. Het is helemaal blij. En kijk, met haar kan ik niet zo heel veel werken, maar ze kan wel heel veel meebeleven. En dat is een beetje. Het verschil hier is zo groot. En dat is wel heel erg leuk en interessant om te zien. Want je hebt hun. Nou ja, daar heb je 6 cliënten van ongeveer dit niveau. En dan heb je het hele hoge die gewoon praktisch alles kunnen. Wat ben jij aan het doen? Hey, wat ben jij aan het doen? Ik vond het zelf heel erg leuk om te zien dat Gemiva dus ook zulke locaties heeft. Totaal iets anders wat ik zelf ben gewend. Hopelijk vonden jullie het net zo leuk en dan zie ik jullie over 2 weken weer. Doeg!